kijken naar de B-finale bij de Cruisers. 29 minuten zien daar helaas één man minder duur. Ze doen daar toch wel heel erg op hè. Op het moment onderweg is naar het ziekenhuis waar we hopen dat het heel goed met gehaald en gaan. Mensen wisten anders vanaf deze plek heel veel beterschap. Gaan we kijken wat er nu toch gaat gebeuren hier vooraan. Want deze twee heren kunnen het rustig aan uit gaan fietsen natuurlijk. De Ruben van Eteren die gaat hier winstpakken in de B-finale. Hij wordt achtervolgd door de deurdrapper. Rintje van Ravenstein. Dat zijn de 1-2 in deze B-finale vandaag.